Je hebt van die Nederlandse bedrijven die al heel lang bestaan en bijna niet meer weg te denken zijn uit onze industrie. En bij een van die bedrijven voltrekt zich een groot drama. Ik heb het over de Nederlandse tak van staalgigant Tata Steel, ook wel bekend als de Hoogovens in IJmuiden. Op maandag vertrok onverwacht de topman van die Nederlandse tak, Theo Henrar. Het personeel was woedend en ging gisteren protesteren. De OR is alle vertrouwen in de Europese directie verloren en stelt dat het vertrek van de topman zal leiden tot een nog hardere confrontatie tussen Nederland, India en het Verenigd Koninkrijk. Hoe kon het nou zo ver komen? Laten we bij het begin beginnen. De meeste mensen zullen Tata Steel Nederland toch vooral kennen als de Hoogovens. En dat is niet voor niks. Dat Nederlandse icoon bestaat al meer dan 100 jaar. De staat is in 1918 medeoprichter en wil dat Nederland minder afhankelijk zal worden van buitenlandse staalproducenten. Door de jaren heen wordt het Nederlandse staalbedrijf een steeds grotere speler. Aan de 5 hoogovens van Velzen is een nieuwe gigantische van 95 meter hoogte toegevoegd, die de uitbreiding van het bedrijf in de richting van de zee markeert. Tientallen jaren later, in 1999, komt het tot een fusie met het Britse staalicoon British Steel. Samen worden ze een grote wereldspeler en heten ze Corus. In de staalsector vinden er meer fusies plaats. Er is flinke concurrentie en er wordt minder verdiend. Door de fusies hopen bedrijven kosten te besparen. Maar een jaar na die fusie hebben sommigen al spijt van de samensmelting. De Britse tak maakt flink verlies omdat het pond erg duur is. De Nederlandse tak heeft veel betere technologie in huis dan de Britse. En de concurrentie uit Azië neemt hard toe. En die lastige markt blijft eigenlijk. 7 jaar later zoekt Corus alweer een partner om te overleven en vindt die in het Indiase Tata Steel. Wat eerst de Hoogovens was, was daarna dus Corus en werd toen omgedoopt tot Tata Steel Europe. Terug naar het nu. De relatie met de Britten is eigenlijk nog steeds verzuurd. De wrok ten tijde van de fusie over de slechte financiële prestaties van de Britse tak is er eigenlijk nog altijd. Ondertussen wil de top van Tata Steel Europe reorganiseren. Maar dat zien de Nederlanders totaal niet zitten. Als de Britten slechter presteren, waarom zouden er dan in Nederland ontslagen moeten vallen? En daar komt nu de coronacrisis nog bovenop. De vraag naar staal is flink afgenomen. De Britten hebben overheidssteun nodig en de Nederlandse tak misschien ook. Maar het is maar zeer de vraag of ze elkaar een cent van die staatssteun gunnen. De Volkskrant voorziet een breuk tussen de Britten en de Nederlanders. Als lamp op de vuurpijl trekt het Indiase moederbedrijf zijn handen af van de Europese tak. Tata heeft de handen vol aan andere dochterondernemingen in moeilijkheden en is de verlieslatende Europese tak een beetje zat. En nu is ook nog de Nederlandse topman de laan uitgestuurd. Of hij is in goed overleg vertrokken, volgens de directie van Tata Steel Europe. Hoe dan ook, wie in coronatijd de Nederlandse dramaseries mist, hoeft alleen maar naar Tata te kijken. Vond je dit nou een interessante video? Download dan de RTL Nieuws app voor meer RTL Z-verhalen.